Jonathan en Björk. Ja. Hi. Hoe verrassend is het voor jullie zelf dat jullie er nog in zitten? Want je had er toch wel wat schrik voor, hè, Jonathan? We hadden er enorm veel schrik voor. Ik weet niet hoe dat bij Björk zat, maar jawel, je was ook wel een beetje... Jawel, we waren alle twee wel een beetje aan het stressen, hoor. Omdat je staat weer onderaan en dan denkt het toch... Allee, het is wel terecht, hoor. Het is niet dat we denken van... Allee, shit, we staan weer onderaan. Dat niet. Maar dan heb je toch zoiets... Dan gaan er allemaal scenario's door je hoofd van... Ja, we gaan toch afvallen. En dan blijkt het dat er toch wel genoeg mensen zijn die stemmen... waardoor we toch weer door mogen. En hetgene waar ik ook echt niet had zien aankomen... Ik denk jij ook niet... dat we als eerste groep werden vandaan. Dat we zo niet... dat we niet zo tot het laatste moment tot in spanning werden gehouden. Het was direct Björk en Jonathan. Heel grappig, ja. Ja. Het was zo niet echt jouw ding, hè, vandaag? Nee, het was totaal niet mijn ding. Maar ik moet wel zeggen dat ik het wel gevoeld heb deze keer. Dus ik denk, als ik de video ga terugzien, dat ik toch ga zien van... Ik denk niet dat ik het slecht gedaan heb. Dat ik wel een goede poging heb gedaan tot... Macho man. Nu, dat je alles gegeven hebt, dat hebben we gezien. Want op het einde heeft je bril het voor bekeken gehouden. Ja, die vloog eraf. Maar dat vond ik ook wel heel grappig en ook weer zo te typisch dat... Een serieuze dans weer toch uitdraait in een grappig lolletje van Jonathan. Terwijl dat niet de bedoeling was. Ja. Maar je bleef er wel in. Je bleef er wel helemaal in je karakter en in de dansen. Dat is wel heel tof. Ja, ik moet daar wel nog even terugkijken, want ik weet niet in hoeverre mate dat het... Maar ik denk het wel, dat ik wel in mijn rol ben gebleven. Het was niet van, oeh, waar is die bril? Ik bleef zo staan en iets te laat. Maar wel grappig, ja. Björk, heb jij gemerkt dat hij heel hard moest werken deze week om die passie in zijn dans te krijgen? Ja, zeker. Het was niet makkelijk en hij heeft er echt heel hard aan gewerkt deze week om te zoeken naar iets wat hem het gevoel kan geven van meer vuur en nou ja, gewoon echt dat dierlijke, passionele uit te krijgen. Dus daar heeft hij wel echt heel hard aan gewerkt en ik vond het heel mooi om met hem te dansen, deze dans. Ik voelde dat hij vanaf begin tot eind er ook helemaal in zat. Dus dat is echt heel tof. Ik ben heel trots. Het ding was ook, ze kwam naar me toe en zei ik voelde het. En ik had ook zoiets van, ja, ik voelde het ook. Ik voelde het zelfs zo hard dat de bril eraf vloog. Ik denk dat de kers op de taart was van Jonathan. De womanizer Jonathan. We voelden het, voilà. Jonathan, volgende week mag jij niet met Björk dansen. Ja, maar het ding is, ik ga die vraag dat ze daar, of het ding wat ze gezegd heeft, Kat, dan nog een keer herbekijken, want ik heb gelijk het gevoel dat dat niet kan. Iets in mij zegt nee, ik dans volgende week toch nog samen met Björk. Maar 1 april, dat is nu nog niet, hè? Nee, maar misschien heeft ze zoiets gezegd wat erop lijkt, of... Ik weet het niet. Het lijkt mij zo sterk. En ik weet niet of ik dat wil. Het ding is, ik sta er wel voor open om het te doen, maar... Ik zei het, Björk is nu echt zo de vertrouwde haven waar je zo op terugkeert. En als je dan plots in één keer weg wordt gerukt van je haven, ja, en dan plots met iemand nieuw moet dansen. Dat is niet evident. En zij weet het al, hè. Zij weet sowieso al meer en ze mag niks zijn, hè. Smicht.